Op Sportpark Molenbroek in Gemert kwamen woensdagavond zo'n 130 meiden bij elkaar voor een kliniek gegeven door 6 PSV-dames. Ja, het was verzamelen geblazen en Koos Sterke van de voetbalvereniging Gemert, coördinator van de meidenvoetbal, die was zeer in zijn sas met de grote opkomst. Koos Sterke, een mooie kliniek van een aantal dames van PSV. Is dit naar aanleiding van het goede resultaat van de dames elftal, het Nederlands dames elftal? Nou, misschien mede daardoor, maar de PSV vrouwenvereniging die heeft elke maand een club, die loodsen ze eigenlijk uit om club van de maand te worden. En wij zijn de maand september is de voetbalvereniging Gemert geworden. Want PSV heeft een beetje de samenwerking toch met Gemert gesloten? Ja, inderdaad. Daar willen we natuurlijk meer van maken. Maar het is wel elke maand gewoon een andere club. En wij zijn het in september gelukkig geworden. Dan zie je de opkomst van de meiden. Heeft het jullie verrast? Het heeft ons zeer zeker verrast. We hadden gedacht op 50, 60 meiden. En er zijn er nu 130 geworden. Dus het is gigantisch. Kijk maar. Ja, maar kun je dat dan eigenlijk managen? Hè? Want dan moet je toch ook het allemaal een beetje het spelsysteem een beetje bijstellen. Want ja, met 130 meiden of 65 meiden kun je heel iets anders spelletjes doen. Ja. We hebben inderdaad meer gras nodig nu. De PSV-vrouwen zouden eerst met 4 komen. Ze zijn nu met 6 gekomen. We hebben 2 begeleiders van de voetbalclub zelf. Die doen nu mee op het veld de fysieke en de oefeningen mee bewerken en begeleiden. Dus voor mij gaat het allemaal goed. Ik vind het geweldig. Hoe belangrijk is dit voor het meidenvoetbal van Gemert? Ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat er de meiden, vriendinnen, andere meiden van school waarschijnlijk en zo, dat ze dat toch laten zien, want het is leuk. En wij hopen daardoor dat er meer interesse zal zijn. Ja, want is die interesse is er niet? Want heel veel verenigingen zeggen na het behaalde kampioenschap van de Nederlandse dames zelf al meer damesleden, meer meisjesleden gekregen te hebben. Hoe zit het met Gemert? Dus helaas heel erg weinig. Ja, we hadden er eigenlijk meer verwacht. Maar daar hebben we met andere verenigingen heb ik er samen mee gesproken. Want ik ben naar zo'n vrouwendag geweest tijdens het EK. En, dus eigenlijk hadden we meer meiden verwacht. Maar ja, misschien na deze dag. Hè. Ja, en misschien smaakt dit wel naar meer. Ga je dit vaker doen als voetbalvereniging Gemert zijnde? Misschien ook voor de jongens? Dat weet ik niet. Hè. Ik heb het niet over de jongens natuurlijk. Ik zit bij de meidenafdeling. Wij gaan evalueren. En van daaruit hoop ik dat er mooie plannen komen in ieder geval, want dat is toch om te doen. Want voetbal blijft een leuke sport, hè? Voor mij blijft hij een hele leuke sport. En ik, zoals je ziet, voor heel veel meiden en voor heel veel jongens, ik denk dat hij zeer goed gaat. Ja.